De voorstelling die nu zondag in première gaat is Stoppeltje Woke Up This Morning. Dat is een heel leuke voorstelling, vind ik zelf. Die is, je hoort de mensen repeteren op dit moment. We zijn in volle repetitie, want zondag is de première. Alhoewel, het is wel première voor de derde keer. Het is een voorstelling die we gemaakt hebben in 2008. En die we nu eigenlijk voor de derde keer gaan spelen. Uiteraard vanwege het enorme succes. De voorstelling is gebaseerd, ze heet dus Stoppeltje Woke Up This Morning. En ze is gebaseerd op een stripverhaal. Pierre Bailly, die had in 2008 eigenlijk een heel nieuw idee. Namelijk stripverhalen maken van heel jonge kinderen zonder tekst. Dus in dat stripverhaal zie je eigenlijk geen enkel tekstballonnetje. En het gaat eigenlijk ook over een reeks. Je hebt heel veel stoppeltjes. En het begint telkens op dezelfde manier. Namelijk stoppeltje vertrekt van thuis naar school en dan overkomt hem van alles. Nu, het boek waar wij onze voorstelling op gebaseerd hebben, heet Stoppeltje en de gulzige zeemeermin. Het is het eerste uit de reeks. Was in 2008 echt hot en nieuw. En ik heb het toen eigenlijk gekozen omdat ik een voorstelling ging maken met iemand die aan het afstuderen was. Iemand die op studio zat in de afdeling kleinkunst en die toen in zijn masterjaar zat, dus in zijn laatste jaar. Dat was Arne Leurentop. Dat is nog altijd Arne Leurentop, maar nu intussen heeft hij natuurlijk veel meer al gespeeld en gedaan. En wij hadden eigenlijk, ik had hem zien spelen in een, bij een examenopdracht of zoiets. En ik dacht van, wat hij doet kan je eigenlijk perfect ook voor kinderen doen. Het is zijn manier van vertellen, zeg maar. Alhoewel, hij vertelt niet met woorden, hij vertelt met muziek. Maar dat kan je perfect voor een kinderpubliek doen. Alleen moeten we samen een inhoud vinden die ook interessant is voor kinderen. En toen zijn we dus vertrokken vanuit dat stripverhaal, omdat dat iets was wat ons allebei heel erg boeide. En wat daar nu uitgekomen is, is eigenlijk een voorstelling zonder tekst, met heel veel muziek, die vertrekt vanuit het verhaal van Stoppeltje, maar waar je daarnaast ook een parallel verhaal hebt eigenlijk van een zwerver die opgesloten geraakt in een publiek toilet. Ja, en hoe dat precies allemaal in elkaar zit, kan ik niet uitleggen, want dan moet je niet meer naar de voorstelling komen. En het is denk ik veel leuker om het zelf te ontdekken.